De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stefan Tsang, motiveert Surinamers om deel te nemen aan de Tourism Expo van februari 2020, die in het Arthur Hsiung Conference Center in Georgetown gehouden zal worden. Suriname en Guyana hebben op 30 december 2019 een toerismeakkoord getekend, met als doel intensiever samen te werken in deze branche. Een samenwerking met buurland Frans-Guyana is ook op komst. Tsang vindt dat indien de Guyana Shields de handen in elkaar slaan, alle drie landen veel betere inkomsten zullen halen uit de toerismesector. We gaan een delegatie er naartoe sturen en we gaan kijken hoe we van daaruit een vervolgconventie zullen hebben in Suriname en vervolgens dan in Frans-Guyana. Maar heeft Suriname van haar kant uit haar huiswerk al gemaakt? En we weten dat er reeds een veerverbinding is die nogal af en toe hapert wanneer het aankomt op de toeristenstroom. Wat is de analyse tot nu toe? Nou, het is voor ons inderdaad een zorgpunt, de veerverbinding. We hebben begrepen dat het nu 1 keer per dag is. Wat mij betreft is dat veel te weinig. We zijn bezig met mijn collega van OW, openbare werken en transport en communicatie. We zijn bezig met mijn collega om te kijken wat er allemaal nodig is. Er zijn meerdere knelpunten dan alleen die veer. Maar we willen graag dat de mensen via de officiële route Suriname binnenkomen. We weten allemaal dat er een backtrack route is en dat wordt levendig in leven gehouden. Dat is een zeer levendige route. Maar het heeft allemaal risico's voor de mensen die dan via de backtrack reizen. En wij willen een bepaalde standaard brengen ook voor de toeristen, ook op het gebied van transport. Wij willen ook de veiligheid kunnen garanderen voor onze toeristen en ook onze eigen mensen om naar Guyana te gaan. In 2012 kondigde president Desi Bouterse aan dat er een brug tussen Suriname en Guyana gebouwd zal worden. Nu er een toerismeakkoord is getekend tussen de beide landen, ziet minister Tsang deze droom gestalte krijgen. We hebben dat nu weer opgepakt, omdat het nu ook al beter gaat met de economie. Er zijn veel meer investeerders die geïnteresseerd zijn in Suriname. Dus al deze projecten worden weer uit de kast gehaald. We gaan de infrastructuur beter moeten maken. En zeker als wij ons richten op de 3 Guyana's, moeten die routes van Suriname naar Guyana en Frans-Guyana worden verbeterd. En daar is de veerverbinding één van, daar is de brug één van, dat is de vliegverbinding ook één van. Is het geen uitdaging gezien het al moeilijk is om in Suriname zelf de gelederen bij elkaar te houden en in eenheid op te trekken voor wat betreft de toerismesector? We hebben wel gezien dat het in het begin wel zo was, vandaar dat wij vanuit het ministerie zijn begonnen met een bewustwordingscampagne. Het ging om de Suriname Think Tourism campagne. Dat loopt nog steeds en ik merk dat er veel verwarring is onder de bevolking, ook onder de mensen die meer informatie over willen. Mensen denken dat de Suriname Think Tourism campagne er is om meer toeristen naar Suriname te halen. Dat is het niet. De Suriname Think Tourism campagne is in feite opgezet om eerst die bewustwording bij de Suriname op gang te brengen, zodat wij hier zelf moeten beseffen wat wij allemaal zullen moeten doen. En wat wij allemaal moeten realiseren, willen we toerisme naar Suriname brengen. Tot zover minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme vandaag in een interview met onze nieuwsdienst. Hij roept Surinamers op zoveel mogelijk deel te nemen aan de Tourism Expo van februari 2020, die in het Arthur Hsiung Conference Center in Georgetown gehouden zal worden.